Are you happy at work? Happy employees are more productive. This means happy employees bring more profit. Learn how to build a happy company at the Happiness at Work Conference, Europe's biggest conference on corporate well-being. Meet the world's leading experts on the subject. Join us at the Happiness at Work Conference in Antwerp on 28th June. Go to www.happiness-conference.world. En dan sta je opeens in beeld. Goedemorgen. 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 Fijn dat jullie er weer bij zijn voor een Happiness at Work webinar. Op de sofa, het kan weer. En ik zit vandaag op de sofa bij Wenke. Dankjewel allereerst dat wij lekker hier in het zonnetje, in het mooie Drunen zijn, bij jou thuis. Mm-hmm. We gaan het vandaag hebben over Great Place to Work. Maar ik vind het allereerst even leuk om te horen, hè? Mensen die kennen jou natuurlijk allemaal, maar vertel even in het kort wie je bent en wat je doet. Ja, nou dat doe ik graag. Nou, welkom sowieso in het pittoreske Drunen. Fijn ook dat jullie hierheen wilden komen. Ja. Great Place to Work. Nou ja, ikzelf, ik ben Wenke Esterloorber. Ik ben commercieel directeur bij Great Place to Work. En ik werk eigenlijk bij Great Place to Work omdat ik zelf wel best wel een sterke missie heb. Namelijk dat ik het een plicht vind van een werkgever om ervoor te zorgen, of voor een werkgever, dat die er zorg voor kan dragen dat medewerkers zich veilig voelen. Want als medewerkers zich veilig voelen, vertrouwen hebben in de organisatie, dan presteren ze op hun best. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk altijd wel mijn missie geweest om mensen in ieder geval het gevoel te geven dat ze zichzelf kunnen zijn. En vanuit die missie terechtgekomen bij Great Place to Work, wat een organisatie is die vertrouwen meet. Oh. Binnen organisaties. En eigenlijk ook zegt van ja, de basis voor een veilige werkomgeving is in principe vertrouwen. Dus wat wij heel concreet doen vanuit Great Place to Work is medewerkers onderzoeken. Mm-hmm. Waarbij de mate van vertrouwen, trots en plezier centraal staat vanuit medewerkers. En vanuit de werkgever wij heel erg goed kijken naar normen en waarden, diversiteit en inclusie, bold leadership, zoals we dat noemen, en maximizing human potential. Zo. Dus in een nutshell, wat we doen, basically onderzoek, opleveren van data, en ervoor te zorgen dat aan de hand van die data organisaties verder kunnen bouwen in de richting van goed werkgeverschap. Wauw, dat is echt ontzettend veel. Ja. Maar hoe staat het met het vertrouwen? Ja. Ik ben ook wel benieuwd, want weten jullie dat in Nederland alleen? Ja. Of ook in de andere? Nee, we werken wereldwijd. Dus we zijn actief in 60 landen zo ongeveer. 35 jaar actief ook al. En het komt er eigenlijk op neer dat organisaties naar ons toe komen. Mm-hmm. Organisaties die zeggen van, joh, wij willen echt aan de slag met goed werkgeverschap. Ook vanuit de overtuiging dat vertrouwen de basis is. Mm-hmm. Dus ik noem dat altijd een beetje de lefgozers. Die gewoon inzicht willen in wat speelt er in de organisatie. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daarin kunnen ontwikkelen? Mm-hmm. Dus het is ook echt niet, want dat is een beetje misschien soms ook de misfit met de naam, hè, Great Place to Work. Ook best veel organisaties die zeggen, ja maar Wenke, we zijn nog helemaal geen Great Place to Work. En dat zijn de organisaties die wij ook heel graag willen helpen, want dan hebben ze in ieder geval het lef om een beginpunt te maken. Yeah. En van daaruit te groeien naar een Great Place to Work. En als je dat dan bent en als je dan voldoet aan de criteria, zoals we dat dan noemen, mm-hmm. dan mag je jezelf ook een Great Place to Work noemen. En dan is het ook voor werkzoekenden sowieso een garantie met recht en reden dat ze terechtkomen op een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Ja. Mooi. Nou, over die werkzoekenden gaan we het straks mm-hmm. nog hebben, want daar speelt zo ontzettend veel momenteel. Maar kun je iets vertellen over hoe het nu staat met vertrouwen in organisaties? Ja, nou ja, wat wij gezien hebben, in ieder geval de organisaties die met ons meten, want ik heb nog geen idee van de Trust Index van BV Nederland, dat zou ik heel graag een keer willen meten. Maar de organisaties die met ons meten, daarin moet ik wel zeggen dat we echt wel hebben gezien tijdens COVID met name, dat het vertrouwen heel erg gestegen was.
binnen die organisaties. En dat zat hem dus met name, dus eigenlijk één best wel duidelijk signaal wat er naar buiten kwam, is dat geloofwaardigheid van management heel erg aan kracht heeft gewonnen. Dus heel hard gegroeid is. Te verklaren, denk ik, omdat die organisaties die al met ons meten, snappen dat transparantie en kwetsbaarheid belangrijk zijn. Dus die leiders, die hebben ook in die periode tijdens COVID, waarin we allemaal thuis aan het werken waren, heel veel aandacht geschonken. Letterlijk en figuurlijk aan medewerkers. En dat wordt enorm gewaardeerd. Mensen voelen zich veiliger, voelen zich gezien. En dat zie je ook nu, de Great Resignation, zeg ik ze dan wel eens. Je ziet ook nu dat wanneer mensen vertrekken, stond onlangs ook nog een artikel in het NRC over. Als mensen vertrekken, is het vaak omdat ze zich niet gezien voelen en omdat er een gebrek aan waardering was. Maar wij hebben wel gezien binnen onze community of binnen de organisaties die wij meten, dat het vertrouwen gestegen is. Ik moet zeggen dat het mij verbaast. Ja. Het verbaast me echt. Ja. Ik denk, hoe kan... Maar goed, het is fijn om te weten. Ja. Hè? Jullie meten dat. Dus dat zijn gewoon harde feiten. Ja. Maar dat je dus qua eigen perceptie daar dus soms helemaal naast kan zitten. Ja, en dat snap ik ook wel. Want de media brengt natuurlijk vooral berichtgeving over draconische maatregelen die er werden genomen. Ja. Mensen die geen verbinding meer hadden met kantoor. En dat is ook een beetje natuurlijk hoe de media werkt. Wat lelijk is, trekt de aandacht, zeg maar. Ja. Maar goed, de organisaties die wij hebben gemeten, en we meten er ongeveer 200-300 per jaar. Het gros van die organisaties, ja, daar zagen we wel echt een stijging. En heel eerlijk verbazen het me van de ene kant misschien wel, maar van de andere kant ook niet. Omdat ik weet, dit zijn organisaties die de medewerker echt op één zetten. Ja. Dus waarin ontslag misschien de derde of de vierde optie is. Maar niet gelijk de eerste optie. Ja, jij kent natuurlijk je lefgozers, hè? Ik ken ze. Je kent je eigen lefgozers, dus dat is mooi. Ja. Maar, ja, veiligheid, vertrouwen. Zie je ook dat er nu iets gebeurt? Kijk, we hebben allemaal te maken met de wereld om ons heen. Ja. En de wereld om ons heen is momenteel... Nou, ik kan best wel eens onveilig aanvoelen. Ja. Ja, er gebeurt zo ontzettend veel. Ja. Hoe voelt dat voor jou als mens? Ja. En hoe voelt het voor jou als commercieel directeur bij Quaker? Wat zie je? Nou ja, ik vind het best wel dubbel. Want nou ja, voor mij als mens, ik vind het... Ja, we hebben eerst natuurlijk COVID gehad en dan nu de oorlog in Oekraïne. Ja, dat raakt me enorm. Ik merk ook dat ik het heel moeilijk vind om aan mijn kinderen uit te leggen wie Poetin is. Ja. En dat ze daarover hebben. En dat ik überhaupt over oorlog moet praten in deze tijd. Ja. Zeker als je zelf vanuit je werk eigenlijk zegt van veiligheid is het allerbelangrijkste. Omdat dat nu thuis is, je kantoor in de wereld, je land waar je woont. Het is gewoon de voedingsbodem van alles, van alles wat leeft, bij wijze van spreken. Dus ja, dat raakt me enorm. Ik merk ook dat ik bewust soms nieuws blokkeer. Omdat ik denk, ik trek het niet meer. Het komt allemaal veel te dichtbij. Het is ook super dichtbij. Ja. Dus ik vind dat best wel, geeft me wel een heel onbestendig gevoel. En vanuit mijn rol als commercieel directeur, ja, nogmaals, eigenlijk te meer nog een keer die bevestiging, ook als je naar leiderschap kijkt, hè? Wat hebben we nu eigenlijk voor leiderschap in de wereld? Alles wat Poetin is eigenlijk waar wij vanuit onze visie op leiderschap niet voor staan. Mm-hmm. En dan vind ik het ook wel heel mooi om te zien wat de discrepantie is tussen leiderschap vanuit Zelensky en leiderschap vanuit Poetin. Het zegt eigenlijk ook heel veel, vind ik, over het bedrijfsleven. Mm-hmm. Organisaties die heel hiërarchisch en heel eenduidig en heel, misschien een beetje pusherig worden bestuurd. Of organisaties waar de leider een onderdeel is van de groep. Mm-hmm. En die tweede, dat is wat wij zien als een organisatie future-proof moet zijn. Wat leiderschap ook inhoudt. We noemen dat empathisch leiderschap. Mm-hmm. Dat is heel anders dan het leiderschap van Poetin. Yeah. Dus het maakt de verschillen pijnlijk duidelijk. Maar het maakt ook wel heel pijnlijk duidelijk wie er op dit moment de touwtjes in handen heeft. En dat vind ik best wel een heel enge gedachte. Ja. Ja. Ja, wauw. En op welke manier treft het jullie medewerkers?
Vanuit Great Place to Work niet. We hebben wel natuurlijk, nou ja, weet je, er zijn ook wel banden met Oekraïne. Dus we doen er eigenlijk vanuit Great Place to Work ook alles aan om in ieder geval steun te leveren, ook financieel. Ja. Dus medewerkers binnen onze organisatie zijn er erg mee begaan. We zijn ook zelf met ideeën gekomen van wat kunnen wij doen om te helpen. We hebben ook best wel nauw contact met nou ja, een zakelijke relatie die uit Oekraïne komt. En we proberen ja, te doen wat we kunnen. Dus we zijn natuurlijk ook een bedrijf, een commerciële organisatie. Dus ik vind ook dat het onze plicht is om een deel van de omzet die wij draaien, dat we die doneren aan een goed doel. Ja. En in dit geval is dit het beste doel waar je aan kunt doneren. Ja. Dus het raakt ons wel. En we hebben het er best wel vaak over, hoor. Ja, ja. Als je nog een goed doel zoekt, ja? Dan wil ik graag nog een goed doel, een ja? goed doel aandragen. Nou ja, weet je, sinds de start van deze oorlog ben ik nou ja, toch wel heel veel van mijn tijd ook hiermee mee bezig. Mm-hmm. Ik ben adviseur bij twee foundations, NL voor Ukraine, de Netherlands voor Oekraïne. Ja. Supermooie foundation. Man en vrouw die dit hebben opgericht en zelf uit Kiev komen, nu in Nederland zitten en echt 24/7 hiermee bezig zijn. Werkelijk, ik ben gisteren nog bij hun op kantoor geweest. Het is echt ongelooflijk om te zien wat voor werk zij verrichten. En ook de refugees, als zij dus in Nederland komen. Ik heb haar gisteren ontmoet. Hè. Eergisteren kwam zij gevlucht uit de Oekraïne naar Nederland toe. En gisteren zat ze op kantoor. Om mensen te matchen, om transport te regelen, om spullen daar naartoe te krijgen. Dus dat is Nederland voor Oekraïne. Mm-hmm. Ik ben daar adviseur van die foundation. En de foundation, de Black Impact Foundation. Yeah. Sommige mensen kennen dat van Clarence Seedorf, yeah. Hè, de Nederlandse voetballegend. Mm-hmm. Hij is de chairman van de Black Impact Foundation. En zij zijn ook echt heel erg hands-on aan de border bezig om vooral studenten... Yeah. uit de Oekraïne te halen. Ja. En in het geval zwarte studenten. Ja. Ja. Want wat wij ook zien is dat racisme nog steeds speelt. Dus ja, mocht je een goed doel zoeken, laat me het weten. Zeker. Wij vanuit Happiness at Work, ik kijk even naar wij. Jim zit daar, jullie zien hem niet, maar hij is er wel. Wij doen ook wat. Hè? Dus ik heb met Jim gesproken, verteld nou, wat ik ook voor de Oekraïne aan het doen ben. En Jim zei eigenlijk direct, daar gaan wij aan meedoen. Dus we hebben een hele mooie actie. Arno zit achter de knoppen. Dus ik weet, Arno, kun jij misschien onze actie even kort laten zien? Eens kijken of dat gaat lukken. Supergoed, Anno. Hartstikke goed. Nou ja, een hele korte video. Deze hebben wij gedeeld rondom de Internationale Dag van Geluk. Ja. International Day of Happiness, 20 maart. Wat gaan we doen? En toen dacht ik, ja, hoe moeten we nou International Day of Happiness vieren met dit in de wereld? Dus toen is het team heeft hier een hele mooie korte boodschap van gemaakt. En wij hopen op deze manier bij te dragen. In ieder geval aan deze twee totaal verschillende stichtingen, maar allebei bedoeld om de mensen uit de Oekraïne te helpen. Dus ik hoop, Arno, als je nog ergens een link kan delen in de comments, waar mensen die video misschien nog terug kunnen vinden, of misschien het plaatje nog even in de comments kan zetten, dan kunnen mensen ook dat terugvinden. Ik zie Arno op zijn hoofd krabbelen. Volgens mij gaat dat goed komen. Dat is leuk, hè? Je kan me hier zo meekijken. Ja. Ja. Helemaal goed. Ik ga weer terug naar jou en naar Great Place to Work. Je hebt net al even aangeraakt. Talent. Ja. The War of Talent. Mm-hmm. Nou, iedereen weet wat we hiermee bedoelen. Ja.
Wat zie jij gebeuren rondom War of Talent? Ja, ik wil hem dan de Hunt for Talent noemen, zeg maar. Hunt for Talent. Ja, ja, wat zien we gebeuren? Ja, kijk, sowieso is er een krapte op de arbeidsmarkt. Dus dus echt geen CEO of HR-directeur of HR-manager op dit moment die ik spreek, die zegt, joh, geen probleem met het vinden van mensen. Yeah. Iedereen heeft een hele grote uitdaging op het gebied van het vinden van de goede mensen. Mm-hmm. Maar ook vooral in het vinden van... je merkt ook dat ze heel erg struggelen met waar vind ik ze. Mm-hmm. Dus we hebben natuurlijk allemaal wel onze mond vol als het gaat om diversiteit en inclusie. Maar je merkt ook daar dat HR-directies heel erg met hun handen in het haar zitten. En dus bij ons aankloppen, omdat ze weten van als we gecertificeerd zijn of als we Workplace to Work zijn, dan gaat ons dat helpen. Omdat medewerkers op dit moment, in tegenstelling tot wat er eigenlijk op dit moment heel veel gebeurt, zijn naar andere dingen op zoek dan vroeger het geval was. Hè? Dus ik zei toevallig in de voorbespreking daar straks nog van dat ik me best wel kan ergeren aan organisaties die, hoe zeg je dat nou, koketteren met skitripjes, goede salarissen, leaseauto's, massages, kantoorhond, pingpongtafels. En denk ik, ja, het is goed dat dat er is, maar de basis moet wel op orde zijn. En je wil gewoon niet in die, hoe zeg je dat, in die val trappen dat medewerkers misschien voor de korte termijn zeggen van, oh ja, doe mij die skitripjes maar. Mm-hmm. En dan eigenlijk in een organisatie terechtkomen die helemaal niet past bij hun eigen identiteit en wie ze zijn. Yeah. Dus wat we zien gebeuren is dat er een schaarste is. En wat we ook zien gebeuren is dat er aan mensen wordt getrokken. En het is natuurlijk in de huidige arbeidsmarkt niet alleen belangrijk om nieuwe mensen te vinden, maar ook vooral om de aandacht te geven aan de mensen die er al zijn binnen je organisatie. En die worden wel eens vergeten. Dus we hebben best wel mooie best practices van organisaties die zich realiseren. Van, ja, maar het gaat me niet alleen om het aantrekken van de nieuwe mensen, het gaat me eigenlijk vooral om het behoud van de huidige mensen. Ja. Want dat is uiteindelijk, dat zijn dat is de basis van een organisatie. Ja. En in die hele hunt for talent vergeten we nog wel eens dat de huidige medewerkers ook de nodige aandacht verdienen. Ja, absoluut. Want als ze vertrekken, vertrekken ze vaak omdat, nou, eerder al gezegd, ze zichzelf niet gezien voelen. Mm-hmm. Of een gebrek aan waardering ervaren. Ja. Dus het is doodzonde eigenlijk om dat aspect te vergeten. Ja. Nu komen we een heel belangrijk stukje. Hoe? Ja. Hoe doen we dit nu met elkaar? Ja. Als je nou zit te kijken en je denkt, nou, dit is hoe wij het doen, laat het ons weten. Zet het in de comments, dan kunnen we daarop terugkomen. Mensen kunnen lezen. Wij zitten hier nu op de bank, maar er zijn zoveel mensen die kijken en die misschien ook wel goede tips hebben. Dus deel het in de comments. Heb je nou een vraag aan Wenke? Zet dat dan ook in de comments, want dan kunnen we straks tijdens de Q&A kunnen we je vraag in beeld laten komen. Dus doe dat. Maak er gebruik van. Ze zit hier nu. De bank, nog even. Dus stel je vraag. Ja. Wenke, wat voor best practices kun jij met ons delen? Nou, we hebben er een aantal. Ik heb ze ook opgeschreven. Dus ik ga ze even met jullie doornemen. Eigenlijk zijn er dus twee aspecten heel erg belangrijk. Hè? Dus het aantrekken van nieuw talent natuurlijk. Maar ook vooral het behouden van het huidige talent. En je ziet ook, zeg maar, in de hele, we noemen dat in de hele employer branding verhaal, is het eigenlijk gewoon heel erg belangrijk. Er zijn eigenlijk drie factoren heel erg belangrijk. En dan kom ik zo op de best practices. Professionele persoonlijke ontwikkeling of groei, een heel belangrijk aspect als het gaat om employer branding. Veiligheid en autonomie. Mm-hmm. En verbondenheid. Eigenlijk drie hele belangrijke aspecten. En we hebben wat best practices gezien de afgelopen tijd. Als het gaat om het behouden van medewerkers, dan zie je dat er best veel organisaties echt actief aan de slag gaan met ontwikkeling. Talent Care is daar een voorbeeld van. Een organisatie die zich wat meer in de zorg begeeft. Zij hebben echt een academy opgezet, waarbij alle medewerkers de kans krijgen om, nou ja, gewoon trainingen te volgen. En dat is niet alleen werkgerelateerd, maar ook persoonlijke trainingen. Dus als zij iets willen doen aan
Spreken in het openbaar of een feedback geven of slecht nieuwsgesprekken, dan kunnen ze daar gebruik van maken. Dus dat gaat echt zeg maar, om een specifieke academy voor de medewerkers zelf. Je zou denken, ja, no big deal, maar je zou er versteld van staan hoeveel organisaties dat eigenlijk nog niet aanbieden. Wat ik een hele sterke vind, is wat Crossface doet. Crossface, die zitten heel erg in op personal branding. En waarom vind ik dat zo interessant? Omdat uiteindelijk begint het en eindigt het vaak met zelfvertrouwen. Je hebt zeg maar die piramide van vertrouwen, waarbij eigenlijk wordt gezegd, reputatie van een organisatie begint bij de medewerker. Dus wij noemen dat dan extern winnen is intern beginnen. Mm-hmm. Dus als medewerkers voldoende zelfvertrouwen ervaren, reflecteert dat in het team, reflecteert dat vervolgens in de organisatie en reflecteert het dan op een gegeven moment naar de buitenkant en dat noemen we dan de reputatie. Dus reputatieschade begint ook vaak, of kan een gevolg zijn, van, klinkt heel bazaal, maar zelfvertrouwen van medewerkers. En hoe ze zich voelen en hoe gezien en hoe veilig ze zich voelen in de organisatie. En door net te bouwen aan die personal branding, dus wie ben jij als je in jouw organisatie, wat breng jij mee vanuit je persoonlijkheid, niet zozeer gelijk vanuit je rol, maar wie jij bent als mens. Dat is zeg maar hetgene waar zij dan echt heel specifiek op richten. Hè? Dus wat is je personal brand? En welke rol, of tenminste welke bijdrage vanuit je persoonlijkheid lever jij nou binnen die organisatie? Ik vind dat een hele sterke, omdat het jezelf helpt als medewerker, als mens, je eigen ontwikkeling. Absoluut. Jezelf op de kaart zetten op een natuurlijke manier. We hebben het niet over profileren, we hebben het gewoon van, nou, wat heb ik nou te brengen? Mm-hmm. Dus voor jezelf denk ik een hele mooie ontwikkeling, maar uiteindelijk dus ook voor je organisatie. Ja. Dus dat vind ik echt een hele sterke. En dan hebben we bijvoorbeeld nog een voorbeeld van Power. Dat is een organisatie die zich in de consultancy begeeft. En dat zijn vaak branches waarin het heel erg hiërarchisch gaat. Hè? Dus eerst ben je junior consultant, dan ben je medium consultant, senior consultant, dan word je misschien een keer partner. En wat ze bij Power hebben gedaan, is hebben gezegd van we gaan die lagen loslaten. Of tenminste, in projecten. En we zorgen er eigenlijk voor dat een junior met een medium en een senior samenwerkt. Mm. Om van elkaar te leren. Yeah. Want het is echt niet zo dat die senior alles weet. Mm. Sterker nog, die junior die kan met hele interessante invalshoeken komen waar die senior niet aan gedacht heeft. Yeah. En dus zeg maar echt het cross-functioneren van teams. Mm-hmm. Vind ik ook een hele mooie best practice. En het gaat echt om het behouden van je medewerkers. Hè? Dus focussen op een groei, hun autonomie en de verbondenheid. En eigenlijk zijn dat alle drie termen die je ook terugziet in deze best practices. Ja. Dat is dan echt behouden van medewerkers. Aantrekken van medewerkers. Even ademen. Ja. Dat was het behouden van medewerkers. Behouden van medewerkers, ja. Ja? Dus goed dat je me even laat ademen. Even ademen. Ja, je deelt zoveel. Voor jou is het woep op woep. Ja. Maar mensen zitten te kijken, zitten te luisteren. Ja. En denken, oh wauw, meeschrijven. Ja. Ik hoop dat jullie allemaal meeschrijven. Ja. Maar het is heel veel. En ik vind dat personal branding, dat ik nog iets over zeggen. Want dat is zo waardevol. Ik heb zelf lesgegeven op de Johan Cruijff Academie. Ik gaf daar identiteitsmarketing. Ja. En daar hanteerden we een model. Dat heb ik toen zelf ontwikkeld. Dat heet I Am. Mm-hmm. Identity, authenticity and mission. Ja, mooi. Dus wat is je identiteit? Ja. Wat is jouw authentieke power? Ja. En wat is jouw missie? Ja. Of wat is jouw persoonlijke calling? Ja. En dit was voor potentiële topsporters. Mm-hmm. Want daar gaat het niet alleen over de beste topsporter zijn. Ja. Maar de meeste topsporters willen legends. Ja. Ja. Dus wat is nou het verschil tussen een sporter, een topsporter en een legendarische topsporter? Ja. Nou, de legendarische topsporters, als je ze gaat bekijken, die hebben hun IM-model echt totaal op orde. Die weten wie ze zijn. Die hebben hun authentieke power gevonden. En die hebben hun missie gevonden. Ja. En dat is een missie die veel verder gaat dan een doelpunt scoren. Ja. Dus fantastisch wat zij doen. Ja. De academie waar je het over had, ja, denk je inderdaad, gewoon een academie. Maar wat voor programma's bieden we daar aan? Dat is wat jij zei, persoonlijke groei, professionele groei. Ja. Alles binnen huis.
ik denk dat dat ook een manier is om inderdaad om talenten aan te trekken en te behouden. Beide. Ja. Hè? Ja. Dus een mooie voorbeeld. Heel en daar heb je als leider ook wel een rol in te spelen. Hè? Want je kunt natuurlijk van alle trainingen gaan aanbieden. Mm-hmm. Maar als je daar als leider zelf bijvoorbeeld niks mee doet, of je bent daar niet mee bezig, dan zullen medewerkers misschien ook minder snel geneigd zijn om mee te doen. Ja. Dus dat is ook best wel voor leiderschap denk ik wel belangrijk, dat ze zich realiseren. Een leider is ook niet uitgeleerd. Ja. Dus die heeft vast ook wel eens een keer nog belang aan het volgen van een training, feedback geven, bij wijze van spreken. Dus leiderschap heeft daar wel een essentiële rol in te spelen. Absoluut. Absoluut. Ja. En ik weet, als je nou, ik doe dat wel eens, hè, dan ga ik googlen en dan google ik op leiderschapscursus. Ja. Nou, kijk maar eens even, binnen een paar seconden heb je miljoenen hits. Ja. En dat is bijzonder, want we hebben zoveel materiaal als het gaat om leiderschap en toch hebben we zo weinig goede leiders. Ja. Ja. Dus ja, er is daar nog een wereld te winnen. Zeker. Ja. Empathisch leiderschap. Ja. In welke mate is dat anders dan servant leadership? Nou, ik denk dat het best wel, het matcht volgens mij wel. Ik weet ook niet of er nou echt een heel groot verschil in zit, maar empathisch leiderschap zien wij als, je bent als leider ook gewoon een mens, hè? Ja. Ben je echt. Dat zou ik niet zeggen. Maar je hebt natuurlijk te maken met je eigen normen en waarden, normen en waarden van mensen, van je medewerkers, verschillende visies, verschillende culturen. En empathisch leiderschap houdt eigenlijk vooral in dat je je daar bewust van bent. Ja. Die bewustwording. Hè? Dus het begint bij, oké, ik zit er zo in, maar ik heb die persoon, allemaal apart of andere ideeën, misschien normen, waarden en dat. En het feit dat je daar bewust van bent, dat is al een begin. Tweede stap is luisteren naar je medewerkers. En luisteren is niet zoals onze CEO, Global CEO Michael Bush zegt, van een intense stare en a passionate look. Het is echt luisteren, dus niet knikken, rust houden. Maar ook echt luisteren en het in oogschouw nemen om er ook een actie aan te verbinden. Dus het is actief luisteren, maar ook actie eraan koppelen. En dat wil niet zeggen dat alle ideeën van iedere medewerker zomaar moeten worden aangenomen. Maar je moet in ieder geval wel de afweging maken van, ik neem die ideeën mee. Mm-hmm. En het gaat heel erg over dus het actieve luisteren. De bewustwording ervan en uiteindelijk ook je kwetsbaarheid. En met kwetsbaarheid bedoelen we ook dat je ook gewoon soms tegen medewerkers kunt zeggen, ik weet het even niet. Ik denk dat dat, en dus ook als leider jezelf zijn op je werk. Dus ook met je kwetsbaarheden, hè? Dat je bij wijze van spreken 's ochtends aan de ontbijttafel dezelfde persoon bent dan wanneer je kantoor instapt. En daar is wel een shift aan de gang, merken we. Mm-hmm. Zoals we zeggen van, it's not only about, it's how we treat our people and how we tweet. Dus eigenlijk zou het niet zo mogen zijn dat je in je woonkamer thuis met je kinderen als leider een andere persoon bent dan degene die je ziet in de boardroom. Ja. Maar dat vergt, nogmaals, guts. Want zo zijn we namelijk niet opgevoed. Mm-hmm. En dat heeft met rolmodellen te maken. Ja. Dat weet je denk ik ook wel. We hebben misschien in onze carrière het voorbeeld gehad van, no offense, maar de witte 50er man die het op die manier deed en heel succesvol was. Ja. En we zagen de bitchy vrouw aan de top. Ja. Dus ik vind dat we de verplichting hebben richting de nieuwe generatie om een nieuw soort leiderschap te laten zien. Ook omdat de nieuwe generatie dat zoekt. Mm-hmm. Die zoeken gewoon anders dan misschien wij in de tijd toen we carrière wilden maken. Die zoeken veel meer naar een missie. Wat kan ik bijdragen aan de wereld? Wat is mijn rol hierin? Misschien meer echtheid op de werkvloer. Ja. Terwijl wij bezig waren met, oké, wat wordt mijn salaris? Ga ik in een leaseauto rijden, ja of nee? En hoe kan ik zo snel mogelijk op die ladder eindigen? Ja. Dus we hebben gewoon
We kunnen er van alles van vinden, maar we hebben gewoon te maken met verschillende generaties die nu op dit moment op de werkvloer zich begeven. En het is belangrijk dat die generaties gaan samenwerken. Dus we moeten daarvan leren. En ik denk dat leiderschap daar... eigenlijk, het begint van boven, hè, als we het over invloed hebben. Dus het begint in principe bij leiderschap. Ja. Dus leiders aan de slag. Ja, zeker. Word wakker. Word wakker, ja. Of inderdaad, stel je open. Ja. Wees kwetsbaar. Dat moet je ook leren, hè? Dus zeker. Ik weet nog toen, dat ik dan... Was ik aan het studeren, dan heb ik het ook over leiderschap. En waar ik altijd... ik dacht op een gegeven moment, ik wil geen leider worden. Nee. Ik wil echt geen leider worden. Want ik zag de prijs die mensen betaalden om leider te zijn. Ja. En dan dacht ik, jeetje, als ik dat allemaal moet doen. En dus niet mij kan zijn. Nee, precies. Dan precies hoef ik geen leider te zijn. Nee, precies dat. Ja. En nu zie je gelukkig dat het juist heel erg belangrijk is dat mensen... Ja, leiderschap vanuit die authentieke power kunnen laten zien. Ja. Maar als je dat nooit hebt, als je daar op die manier niet, misschien niet jezelf niet in hebt ontwikkeld, wie ben ik nou daadwerkelijk? En wat is mijn authentieke power? Wat is mijn authentieke leiderschap? Hè? Niet als kunstje, maar als iets wat echt van binnenuit komt. Dat is een hele zoektocht. Zeker. En dan zie ik de meest fantastische CEO's met die enorme bedrijven aansturen. Maar die dat stukje gewoon nog niet helemaal hebben doorontwikkeld. En daar ben je nooit mee klaar. Absoluut. Maar pak het vooral op. Is er iets wat jullie daarin doen vanuit Great Place? Nou ja, wij maken die dingen inzichtelijk, hè. Ja. Dus kijk, je moet je voorstellen, we meten de mate van trots, vertrouwen en plezier. En dat gaat ook vooral het vertrouwen dat je hebt in de organisatie, maar ook in je CEO, in je manager. Mm-hmm. Dus het begint, zeggen wij altijd, met inzichtelijk maken. Weten wat er speelt. Ja. Dus met andere woorden, het is zelfs ook gebeurd dat er aan de hand van... Dan wil ik mensen niet afschrikken, maar aan de hand van onderzoek wat wij deden, dat er is besloten dat de CEO moest vertrekken. Ja. Omdat er gewoon zoveel discrepantie was tussen wat medewerkers vonden en hoe leiderschap erin zat. Mm-hmm. Dus het inzichtelijk maken is denk ik de eerste stap. Mm-hmm. Van oké, wat speelt er? En vervolgens de dialoog aangaan met je medewerkers en er vervolgens actiepunten aan koppelen. Ja. En vaak wordt gezegd, vertrouwen is vaag. Vertrouwen is helemaal niet vaag. Vertrouwen is hartstikke meetbaar. Ja. Want het gaat om perceptie. En perceptie kun je meten aan de hand van stellingen. Wij hebben daar dan 60 stellingen voor. Dus het is hartstikke duidelijk allemaal. Gaaf hoor. Ja. Dan ga ik even iets eerlijk tegen jou zeggen. Ja. Want dan zit ik wel eens zo op LinkedIn. Dan zie ik die bedrijven voorbij komen. Dan hebben allemaal weer zo'n... Hey, great place to work en zo. En toen dacht ik... Is dat nou, voordat ik jou kende, dus dat is nu anders geworden, maar is dat nou echt? Mm-hmm. Of is het gewoon lobbywerk? Ja. Koop je zeg maar zo'n mooie sticker, waardoor je dus weer talent kan aantrekken en jezelf als organisatie beter op de kaart kan zetten? Ja. Of moet je daar dus, moet je daar echt wat voor doen? Is het, of moet je gewoon jou heel goed kennen? Ja. Dat vooral. Dat nee. Heel veel cadeautjes. Wijn werkt altijd. Ja. Nee, zeker niet. Nee. Nou, ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Want het is natuurlijk, jij hebt dat gevoel en die perceptie. En je zit redelijk in de business. Dus ik kan me ook voorstellen dat anderen dat hebben. Heel eerlijk, je moet je voorstellen, ik denk dat er, 200-300 organisaties per jaar op ons afkomen. Mm. Ik denk dat 60-65% van die organisaties zich kan certificeren in het eerste jaar. Dus dat betekent 35% niet. Mm. Dus om op je vraag antwoord te geven, moet je er wat voor kunnen? Absoluut. En het zit hem dus, kijk, het is gewoon een hele geëikte methode. Mm. Medewerkers vullen in wat ze vinden. 60 stellingen, 2 open vragen. Voor management en directie geldt dat ook. Dus het is gewoon een onderzoek dat je doet. En het is een perceptieonderzoek. Dus het is altijd de waarheid, want het is zoals mensen het voelen. En als jij de ondergrens van die 70 niet haalt, dan ben je niet gecertificeerd. Maar uiteindelijk gaat het dus heel vaak, die organisaties, niet eens om die sticker. Mm-hmm. Het gaat ze erom... Wij willen leren. Wij willen weten wat er speelt en van daaruit ons doorontwikkelen op goed werkgeverschap. Ja. Ik kan je vertellen, er zijn organisaties die extreem hoog scoren, 95, 96, echt bizar.
En die komen altijd terug met, oké, en dit hebben we nog een actiepunt om te verbeteren. Ja. De uiteindelijke sticker of het zijn van een best workplace is vaak het vergroten van de interne trots. Dus mensen zijn er trots op en willen dat naar buiten brengen. Het gevolg is dat daarmee ook inderdaad het effect heeft op wie ze kunnen aantrekken in binnen hun bedrijf. Maar het is wel, en dat kan ik echt met mijn hand op mijn hart zeggen, als jij de onderscore niet haalt, dan ben je niet gecertificeerd. En dat is prima. Er zijn legio organisaties die al jaren met ons meten en die eigenlijk het streven hebben van, nou, we willen binnen 5-6 jaar een keer die certificering halen. Je merkt ook dat organisaties die van een wat meer klassiekere hiërarchie komen en het lef hebben om te zeggen, we moeten dit doorbreken. Vaak is het omdat ze merken van, ja, we gaan misschien onze omzetten niet halen als we niet gaan veranderen. Ja. Dus er zit altijd wel eerst een pijn vooraleer dat bepaalde organisaties naar ons toe komen, maar dat maakt niet uit. Dus de klassiekere aangestuurde organisaties, daar kost het soms ook wel wat meer tijd om de ondergrens te halen. Ja. Omdat er gewoon nog best veel stappen te doen zijn. En organisaties die opgebouwd of gestart zijn vanuit de purpose en het vertrouwen en echt medewerkers op één en die de wat klassiekere patronen hebben losgelaten, ook in aansturing, ja, die hebben vaak wel, dat zien we wel, die zijn wel sneller, zeg maar, gecertificeerd. Ja. Maar die komen ook vanuit een hele andere hoek, familiebedrijven bijvoorbeeld. Kun je je voorstellen, een nieuwe generatie, we hebben een hele mooie case nu, dat is de derde generatie nu, hoveniersbedrijf. En die hebben echt de bewuste keuze gemaakt van, papa deed het zo, ik ga het zo doen. Mm-hmm. En die zijn echt stapje per stapje zijn die zich supergoed aan het ontwikkelen. Dus het gaat niet om de sticker, het gaat eigenlijk, vind ik persoonlijk, en we noemen dat de road to greatness. Yeah. Het gaat eigenlijk over de weg die je aflegt along the way en met name dat je continu kunt verbeteren. Mooi. Ja. The Road to Greatness. The Road to Greatness. Ja, ook een goede titel. Ja. Supermooi. Nou, dan is dat gewoon getackled. Weten we allemaal. Ja. Het is geen lobbywerk. Nee. Het zijn geen wijntjes. Nee. Je moet echt iets voor doen. Ja. Heb jij nou, dat vind ik ook wel leuk, heb jij als commercieel directeur nog een organisatie op je bucketlist dat je zegt, ja, oh, als het daar nou is. Ja, ik heb er wel meer hoor. Oh, kom eens. Misschien kijken ze wel. Nou, wat ik heel graag zou willen meten is Netflix. Ja. En dat is eigenlijk omdat ik extreme fan ben van het boek. Waar het eigenlijk vooral over vertrouwen gaat. Heel transparant. En dus als die kijken, wel. Netflix? Ja, Netflix zou ik heel graag willen weten. Je 06-nummer niet in de ticker? Kan altijd. Maar dat staat op mijn persoonlijke bucketlist. Dat is ook omdat ik een achtergrond heb in de media. Dus dat is sowieso iets wat ik wel heel interessant vind. En nou ja, ik zou ook heel graag, denk ik, met name organisaties willen helpen die echt willen veranderen. En die die ook snappen dat het lang duurt, maar die de guts hebben. Dus denk aan voetbalclubs. Ik vind dat het is een hele masculine omgeving. En daar speelt heel veel op dit moment. Ja. Laten we het niet over Mark Overmars hebben. Maar dat zijn wel dingen, als ik ben in mijn handen jeuken als ik dat hoor. Want dat gaat over veiligheid. En ik zou het echt zo dapper vinden als een van de voetbalclubs, een van de CEO's, en dan hebben we het over de eredivisie ploegen, die naar ons zouden komen en zouden zeggen, kom maar door. We gaan hier met de billen bloot en we willen het echt aanpakken. Want dat betekent ook dat ze hun eigen ego loslaten. Ja. Dus dat zijn voor mij wel echt organisaties, los van Philips, Heineken, you name it. Ja. Maar dat zijn wel voor mij type organisaties die ik heel graag zou willen meten, omdat ik gewoon weet dat we daar echt het verschil kunnen maken. Dus ik aim eigenlijk niet per se op de organisaties die al een great place to work zijn, maar vooral de organisaties die de guts hebben om aan de slag te gaan. Ja. Dat lijkt me echt fantastisch. De lefgozers. De lefgozers. De lefgozers. Ja. Ja, je moet inderdaad wel inderdaad die kwetsbaarheid weer, hè? Dus, ja. Want jullie komen toch, Nou ja, in de keuken kijken. We laten het zien. En
Maar als je, ik hoorde een eerdere CEO nog zeggen van, nou, we gaan lekker met de billen bloot. En dat is goed, want daar leren we van. Het is ook een cadeau voor je medewerkers, want je laat als leider zien, ik wil weten wat er speelt. En ik ga er ook echt mee aan de slag, omdat wij jullie echt op één zetten. Heel veel zeggen het er, maar doen het uiteindelijk niet. En dat hebben we natuurlijk tijdens COVID gezien. Ja. 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 Nou heb ik jou volgens mij een half uur geleden of zo geknipt, ergens, toen zei ik ademhalen. Ja. En ik heb daar de draad niet weer opgepakt. Dus excuses daarvoor. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Wij gaan, ik heb nog 5 minuten, zegt Jim. Dus, oh man, wat gaat er nu? Vliegt voorbij. We gaan even terug naar dat knipmoment. Ja. En ik geef jou nog even de ruimte om het laatste stuk op te pakken. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over het behouden van talent. Ja. Maar ja, je wil ook talent aantrekken. Dus daar heb ik een 3-tal best practices ook over meegenomen. Of meegenomen, ze staan hier meer voor mijn geheugensteuntje. Eentje die ik wil noemen, vind ik een heel interessante. Dat is Werkman de Jong. Een organisatie die ook in detachering zit, onder andere. Die doen een cultuurcheck. En die gaan eigenlijk en dus mogelijk geïnteresseerde werknemers vragen om een aantal vragen te beantwoorden die liëren aan hun cultuur. Hè? Dus ze hebben een bepaalde cultuur opgedeeld in een aantal statements of een aantal kernwoorden. En dan worden er vragen over gesteld van hoe zou jij in deze situatie reageren? En aan de hand daarvan kun je dus eigenlijk als werknemer al een soort van check doen van oh, match dat met mijn eigen kernwaarde, ja of nee. En als dat een hele goede match is, dan is de kans ook al heel erg groot dat jij je heel goed gaat voelen in die organisatie. Dit eigenlijk om te voorkomen dat medewerkers puur worden aangetrokken door de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus het zit hier echt op, pas je bij de cultuur. Ja. En daarna gaan we wel even praten over wat je nog te ontwikkelen hebt, welke rol je kan spelen binnen de organisatie. Vond ik een hele mooie. Een andere hele mooie vond ik Hilton. Allemaal wel bekend, grote hotelketen. Voor hen is het ook soms best wel lastig om mensen in die horeca te vinden, hospitality. En zij zijn ervan overtuigd dat gastvrijheid iets is wat je hebt of niet hebt. Ja. En dat het eigenlijk niet uit moet maken of je nou een hotelopleiding hebt gedaan of niet. Dus zij gaan heel erg op zoek naar gastvrijheid. En middels wat naar recruitment tooling, zeg maar, zoeken zij niet zozeer mensen met een achtergrond in de hotellerie, maar mensen die echt iets met gastvrijheid hebben. Dus dat kan bijvoorbeeld ook een verkoopster zijn in een winkel, die dat hele klantencontact fantastisch vindt. Het kan misschien zelfs een kleuterjuf zijn. Ja. Dus zij zoeken dus niet op achtergronden en cv's, maar heel erg op, hoe zit het nou met jouw level van gastvrijheid? De rest kunnen we je wel leren. De rest kunnen we wel leren, ja. En dan hebben we Republic nog. En Republic, die hun doelgroep is heel erg, zeg maar, de net afgestudeerden, de jong afgestudeerden. En die zijn heel erg actief in, ze noemen dat campus recruitment. En dus die gaan echt, zeg maar, binnen de universiteiten en de hogescholen zelf, organiseren ze gewoon regelmatig activiteiten. Die ze ook organiseren in hun eigen bedrijf. Om potentieel toekomstige werknemers alvast te laten wennen aan, zo doen we dat hier bij Republic. En daarmee ook te peilen van of je dan dus ook een match hebt met die organisatie zelf. Maar je merkt dat er best veel, ze zeggen, volgens mij is die befaamde uitspraak van, wat is het, hire for talent, train for skills. Heel erg kijken naar het individu. En wat heb je nou te brengen? En we gaan wel kijken in hoeverre we dat later die skills kunnen ontwikkelen. Dat gaat niet voor alles natuurlijk. Maar fact blijft wel dat de match met de cultuur, dat die er wel moet zijn. Ja. Want je komt terecht in een nieuw gezin. En dan is het wel belangrijk dat je je daar veilig voelt. En jezelf kunt zijn. Dat is wel echt een heel belangrijke. Ja. Mooi. Ja. Ja, hele mooie voorbeelden. 6 waardevolle voorbeelden. Ik denk dat ons team de 6e nog wel uit gaat halen en apart gaat delen. Ja. Dan hebben we ze nog even op een rijtje. Ja. Ik kijk even naar mijn goede vriend Jim. Jim, hoe lang hebben we nog?
Nu heb je in principe 15 minuten voor vragen. Nou, de eerste vraag is ook binnengekomen. Misschien dat we ook kunnen vragen aan de community of dat er nog... Dat is een hele goede, dankjewel daarvoor. Ja, wij hebben zo'n Happiness at Work community. Mm-hmm. Ja, echt. Ik moet trouwens wel even een compliment geven aan Jim en het team. Waar ik af en toe het idee heb dat... ik wil bijna zeggen... De hele Happiness at Work wereld ligt te slapen. Gaat dit team gewoon continu door? We hebben een community gebouwd. En dat is super mooi om te zien dat de mensen daar naartoe gaan om kennis te delen. Hè? En Arno zet hem al even op het scherm. Heb je je mobiel bij de hand, scan dan gewoon even deze QR-code. Dan kom je meteen in onze community. En dan kan je je vragen stellen, je kan je kennis delen. Je kan gelijkgestemde mensen ontmoeten. Het is gewoon een hele fijne, warme plek voor iedereen die met het thema Happiness at Work bezig is. Dus pak je mobiel, scan de QR-code. Echt easy peasy. En dan zien we jou heel graag in onze community. Ja. En dan gaan we nu naar de Q&A. Ja, een vraag van Iris. Of er bij de meting een verband is tussen vertrouwen en anonimiteit? Absoluut. Ja, zeker. Dat is een hele goede vraag van Iris. Want uiteindelijk, je kunt je voorstellen dat je je ziel en zaligheid blootgeeft als je als medewerker die vragen beantwoordt. Dus anonimiteit is voor ons het allerbelangrijkste. Dus dat houdt eigenlijk in dat de vragenlijst, ongeacht het feit dat je wel demografische gegevens in moet vullen, dat is dan puur om bepaalde kruisverbanden te zien, dat de vragenlijst 100% anoniem is. Ja. Ik wil heel even checken of het geluid goed te horen is, omdat jij nu daar zit. Dat je de vraag moet herhalen. Ja, moet ik de vraag herhalen of kom jij hier even zitten? Arno, kun jij ons een seintje geven of het geluid goed te horen is? Ja, ik zie duimpje omhoog. Dank je, man. Ja, dankjewel. Ja, dus het tweede deel van de vraag was, Iris, hoe meet je dat verband? Het verband tussen anonimiteit en vertrouwen? Ja, dus met andere woorden, hoe meer mensen dat er niet anoniem zouden antwoorden, is dat een signaal voor hoger vertrouwen? Ja, ik denk dat ik de vraag begrijp. Je hebt natuurlijk, het zijn 60 vragen met 5-puntschalen. Dus het zijn allemaal stellingen. Van bijna nooit waar tot altijd waar. En wat we eigenlijk meten is de extreme. Dus de extreme aan de linkerkant, extreme aan de rechterkant. Om de uiteindelijke score te bepalen. Dus als je heel vaak bijvoorbeeld nog eens invult, dan wordt dat niet meegenomen. Dus de weging zit oftewel heel erg aan de onderkant, oftewel heel erg aan de bovenkant. Ik denk dat dat antwoord op de vraag is. Hè? Dus 60 stellingen, 5-puntschaal. Je vult ook je naam niet in. Je vult wel je leeftijd in een afdeling waar je werkt. Maar de echte expliciete berekening, dus de trust index die er uiteindelijk uitkomt, is geënt op de hoge en de lage scores. En de ik weet het niet scores of geen mening scores, bij wijze van spreken, dus de tussenlaag, die wordt daar uitgehaald. Ja. Stel dat er een optie zou zijn om de scan of de vragenlijst niet anoniem te doen. Ja. Is dat een signaal dat het vertrouwen hoog is? Ja. En dat zit hem natuurlijk... Kijk, we hebben... Ja, dat is zeker een signaal. Als mensen zeggen van, ja, maar je mag, er zitten ook 2 open vragen in. Mm-hmm. Het gebeurt soms wel eens dat bij die open vragen er ook onder staat groetjes Wenke of groetjes Jim. Of... Ja, dat kan een signaal zijn. Maar het is ook voor ons nogmaals, gaat het uiteindelijk om de eindscore. Dus als er een hele lage score uitkomt, dan zegt dat natuurlijk ook wel iets over het vertrouwen. Dus met andere woorden ook de anonimiteit en hoe comfortabel mensen zich voelen om dat in te vullen. Ja. Dat kan wel iets zeggen, maar we doen het bewust niet, omdat we de veiligheid willen borgen voor iedereen. Dus we geven ook niet de optie van, wil je dit anoniem of niet anoniem invullen? Dat zou gek zijn. Mm-hmm. Dus het is sowieso anoniem. Ja. Sowieso veilig om die vragenlijst in te vullen. Ja, zeker. Ja.
Voorlopig zie ik hier op mijn iPhone geen extra vragen. Dus ja. Even, en we krijgen bezoek, zie ik. De vraag is eigenlijk, wie al wantrouwt, wantrouwen uit, is mogelijk niet meer mee. Wie al wantrouwen uit? Wie al wantrouwen uit, mogelijk niet eens meer in. Wie wantrouwen uit is mogelijk al niet meer mee. Nou ja, op zich. Nou, ik denk dat ik die wel snap hoor. Kijk, medewerkers worden niet verplicht om dat onderzoek mee te doen. Hè. We streven er altijd naar dat, dat er zoveel mogelijk medewerkers meedoen. Want het is ook zo dat we pas kunnen zeggen van nu is het onderzoek, als in je kunt meegaan voor de certificering, nu is het ook echt geldig als we een minimum respons hebben. En die minimumrespons heeft te maken met hoeveel medewerkers er in die organisatie zitten. Dus je kunt je voorstellen met 1000 medewerkers dat we met 300 antwoorden een goede steekproef hebben. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk wetenschappelijk allemaal uitgerekend van hoeveel medewerkers heb je nodig bij zo'n grote orde van respondenten. Dus het feit dat heel veel medewerkers het bijvoorbeeld niet zouden invullen, dat kan heel veel redenen hebben. Dat kan een reden hebben van, ik heb er geen zin in, of ik zie het nutten niet van één, of wat ik ook invul, er gebeurt toch niks mee. En daarom zeggen we ook, wat het allerbelangrijkste is dat de communicatie vooraf. Mm-hmm. Dus mensen moeten heel goed weten waarom dit onderzoek gevoerd wordt. En dat moet ook heel goed worden uitgelegd aan de medewerkers. Maar we doen dit niet om je te bashen. We doen dit vooral om te weten wat er speelt en er actief mee aan de slag te gaan. En ik zeg ook heel vaak, commitment van directie is belangrijk. Dus met andere woorden, alles wat je bevraagt, moet je ook teruggeven aan je medewerkers. Mm-hmm. Dus het is niks zo frustrerend dan 3 vragenlijsten te moeten invullen en er nooit meer iets van te horen. Ja. Dus die terugkoppeling naar de medewerkers is extreem belangrijk. En soms gebeurt dat eerst in petit comité, mm-hmm. Dus eerst worden de resultaten besproken met het MT, maar vervolgens geven wij 100% advies, laat het je medewerkers weten. Want zij hebben het recht om dat te weten, want zij hebben ook zeg maar de moeite gedaan om de vragenlijst in te vullen. Ja. Ja. Is dat een beetje antwoord op de vraag? Dat was de vraag. Ja. Dat is nog een extra vraag. Ja. Op welke manier helpt Great Place to Work organisaties om na de meeting het vertrouwen te vergroten? Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben daar wat ondersteuning in. En dus eigenlijk is de cyclus, je meet, je krijgt je resultaten teruggekoppeld van de Customer Success Manager. En die volgt dat met je op. Dus we helpen je met in ieder geval neer te zetten van oké, dit zijn de highlights, dit zijn de lowlights, dit zien we gebeuren. Het is echt een navigatie door de resultaten heen. En dan krijg je een dedicated Customer Success Manager die eigenlijk om de zoveel maanden bij je incheckt van hoe gaat het nou, wat heb je nog nodig. Dat kan zitten, heel simpel, in het delen van best practices. Dat kan ook zitten in het delen van inspiratie. Maar soms gebeurt het dat er echt een wezenlijke hulpvraag is. Dus dat er echt wordt gezegd, joh, we hebben echt een probleem met leiderschap of met een dialoogvoering of wat het ook kan zijn. En dan hebben we echt consultants die aan de slag gaan met dat team om daaraan te werken. Maar wel, een side note, altijd faciliterend. Dus wij lossen het niet voor je op, maar we geven je wel de handvatten om aan de slag te gaan. En we zijn er altijd als soort van, along the way sparringspartner. Van als je ergens tegenaan loopt, dat je met de Customer Success Manager in contact kunt treden. Mm-hmm. Maar het begint vaak al met het zetten van prioriteiten. Dit is wat er speelt. Mm-hmm. En ze zeg maar helpen om in kleine stapjes die verandering teweeg te brengen. Het duurt ook een jaar, hè, die hele cyclus. Dus je meet, krijgt je resultaten en dan zeggen we oké, en nu heb je een jaar de tijd om daarmee aan de slag te gaan. Want vertrouwen is echt iets wat niet in 2 dagen is gefixt. Nee, zeg maar. Precies. Nee, dat duurt even. En zeker als het vertrouwen laag is. Absoluut. Dan ben je er echt alleen. Ja, en soms is het echt wel dat organisaties op hele korte tijd enorme stappen zetten. Omdat er wat blinde vlekken waren. Ja. Die ze gewoon niet in de smiezen hadden. En die waarschijnlijk dan best wel makkelijk op te lossen zijn. En dan heb ik het niet over de perks. Hè? Dus heb ik het niet over salaris en de pingpongtafel. Maar ik heb het dan vooral over gedrag. Gedragsverandering. En soms is het al zou het zelfs al voldoende kunnen zijn dat de CEO
zich wat vaker laat zien op de vloer en wat vaker een update geeft. Ja. Dat zijn, communicatie is vaak wel echt een bottleneck. Dat kom je altijd wel weer terug. Ja. Al jaren. Communicatie. Transparantie en communicatie. Ja. 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 Geen vragen meer en nog 6 minuten te gaan. Oké. Okay. Oh, wat gaan we doen? Zeg het maar. Wat gaan we doen? Nou ja, wij vullen dat wel in hoor. Ja. Je had het nog over een artikel wat je had gelezen in het NRC. Nou ja, dat heb ik net gezegd. Hè. Dus wat we zagen in het NRC is dat, of tenminste wat NRC publiceerde, vond wel een interessante is. In het kader van de Great Resignation en mensen die vertrekken. Dat er best wel twee opvallende redenen in stonden. Enerzijds gebrek aan waardering en mensen voelen zich niet gezien. Ja. Dat is echt, nou ja, dat is gewoon heel, dat is echt heel sterk aanwezig op dit moment. Ja. Hoe zie je dat als we even los van Great Place to Work, hè, die ik voel me niet gezien, ik voel me niet gewaardeerd. Ik denk dat is dat niet iets gewoon wat in de mens zit? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, is dat zo? Ja, weet je. We vinden het, ik zal soms ook wel denk ik, vinden het sowieso denk ik moeilijk om complimenten te ontvangen. Mm-hmm. En is dat iets wat in een mens zit? Ja, ik weiger eigenlijk te geloven dat dat zo is. Ik denk dat. Ik bedoel, iedereen die kinderen heeft of die in aanraking komt met kinderen, die weet hoe hard kinderen groeien als je zegt, goed gedaan. Ja. Waarom doen we dat dan niet met medewerkers? Het is zo'n kleine moeite. Maar ja, om het te kunnen zeggen, moet je het wel zien. Dus die verbinding houden, daar zijn we weer, is wel superbelangrijk. En ik merk het soms ook hoor, want ik ben ook niet iedere dag op kantoor. En ik vergeet ook wel eens iets en dan denk ik, oh, achteraf van, oh ja, shit, daar had ik iets mee moeten doen. Dus het is ook voor iedereen, denk ik, een continu leerproces. Het was leiderschap maar zo makkelijk dat je kon zeggen, dit is wat je gaat doen en ik wil het nu af hebben en klaar. Mm-hmm. Ja, zo werkt het niet meer. Nee. Dus gezien worden en waardering, nou ja, net als bij kinderen, het is een kleine moeite en toch vergeten we het heel vaak. Mm-hmm. En kijken we vooral om wat er niet goed gaat. Ja. En dan vinden we feedback geven ook nog eens moeilijk. Om dat dan uit te spreken. Ja, inderdaad, hè, feedback geven, de manier waarop we het doen, het moment waarop we het doen. Ja. We zijn er ook wel eens een beetje onhandig in. Ja. Want we denken, nou, het komt mij nu goed uit om deze persoon feedback te geven. Terwijl ik denk, misschien is het ook handig om eens te vragen of het goed uitkomt voor de ander. Ja. Is dit een goed moment om hier iets over te zeggen? Ja. Dus dat zie ik ook terug. Ja, ik zit daar wel eens over te gewoon een beetje over te filosoferen als het gaat om gewaardeerd worden, gezien worden, of dat niet een soort van imprint is en dat je daar altijd je medemens voor nodig hebt om dat in jezelf te zien, om dat aan te zetten. Ja. Ja. Dat we van huis uit misschien niet heel erg hebben meegekregen. Dat kan, dat denk ik, dat zou heel goed kunnen hoor. Dus het, alleen ja, we moeten ons realiseren, denk ik, dat we, ja, dat het, kijk, als je een plant geen water geeft, gaat die dood. Ja. Simpel is het. Ja. En ik denk dat waardering en erkenning zuurstof is voor mensen om te ontwikkelen. Ja. Ja. Mooi. Ja. Mooi, heel mooi. Ja, ik ben echt onder de indruk van jouw verhaal, van jou als mens. Hè. We hebben elkaar nu een paar keer ontmoet. Jouw authenticiteit hierin. Ik merk aan alles dat je dit zo vanuit hart en... Ja, het gaat je... Ogenschijnlijk gaat het je heel makkelijk af, laat ik het zo zeggen. Maar er is nog wel een verschil tussen het prediken, heel eerlijk, tussen het prediken op het podium. Ja. En het ook echt in de praktijk toepassen. Want ik ben natuurlijk... Je bent commercieel directeur, dus je hebt heel veel cases. En ik vind leiderschap en mensen meenemen in het verhaal. Als mijn collega's luisteren, dan gaan ze me heel hard lachen. Ik vind dat het moeilijkste wat er is. Ja. Dus het prediken op een podium, heel eerlijk, is vaak makkelijker dan het uitvoeren in de praktijk. Dus ik denk dat die bewustwording en ook je kwetsbaar openstellen, dat je ook zegt van ik weet het soms ook echt niet. Ik denk dat is een begin. Maar ik kan het zelf ook nog niet. Ja. Zijn er dingen die je misschien nog met ons wilt delen, die jij moeilijk vindt daar? Nou ja, kijk, ik vind het niet moeilijk om me kwetsbaar op te stellen. En mezelf, ik ben echt 100% mezelf.
Wat ik het allermoeilijkste vind... Is dat het probleem? Dat je 100% Ja, misschien wel hoor. Nee, ja. Ja. En wat ik het allermoeilijkste vind, puur op leiderschapsniveau, is mensen meenemen. Mm-hmm. Als je zeg maar continu... Ik kijk eigenlijk continu vooruit. Yeah. En ik vergeet heel vaak mensen die daar nog niet zijn, om die mee te nemen in het verhaal. En dat is mijn karakter, omdat ik heel weinig geduld heb. Yeah. Dus gelukkig... Ja. Gelukkig heb ik een CEO die dat wel heeft. Ja, daarmee kom je weer in balans. In balans. Ja. Wel grappig, want jij bent de dader van de twee. Ja, dat is heel gek. Ja, ja dat is heel gek. Ik snap wat je zegt. Ja. Maar goed, het is goed. Ja. Ja, ik denk als jij naar voren, blikt naar voren. Het is ook een dingetje, want je weet waar je naartoe wil. Ja. En je ziet het eigenlijk al daar liggen. En je denkt, kom op mensen, let's do it. Ja. En rollen van mensen, het verhaal nog een keer uitleggen, nog een keer vertellen. Ja. Stapje voor stapje, klein maken. Moeilijk. Leiderschap is nooit klaar, zeg maar. Nee, dat is zo. Dit uur is wel klaar, helaas. Ik had net een seintje van Jim, die doet dat zo. Ja. Dat betekent... Afronden. Ja. Dus dat gaan we doen. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Ik heb daar weer heel veel van geleerd en ik heb er ook van genoten. Het is altijd fijn om even met jou te babbelen. Wij zijn helemaal in kleur, mochten jullie dat nog niet gezien hebben. Blending in bij haar op de bank. Ja. Ik hoop dat we nog heel even de tijd hebben, Jim, om van het zonnetje te genieten. Of dat we op moeten meteen door. Ik weet het niet. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Mochten jullie nog vragen hebben, deel ze met ons in de comments. En dan kunnen we daar altijd op reageren. Kijk nog even naar die actie voor Oekraïne. Join onze community via die easy peasy QR-code. En ik hoop jullie de volgende keer weer te verwelkomen bij een nieuw webinar van Happiness at Work. Dankjewel. En misschien nog één last minute vraagje. Oh, nog een vraag. Dit zijn de moeilijkste. Ja. Hoe kan je concreet een negatief persoon in een team helpen om positief te worden? Of zodanig een nieuw webinar. Ik vind het een hele. Ja, nee, dat is een te grote vraag om nu een heel kort antwoord op te geven. Ik denk dat het ook begint hier met die vraag te stellen aan die persoon. Hoe kan ik jou nou helpen om wat anders tegen bepaalde dingen aan te kijken? Wat heb je van mij nodig? Ik denk dat dat de vraag is. En daarmee zeggen wij dankjewel. Tot de volgende keer. Arno, dankjewel. Amo, dankjewel. Veel plezier in Portugal. Jim, dankjewel. Bedankt. Hele Happiness at Work team, dankjewel. Wenke, bedankt. Jij bedankt. Great place to work. Dankjewel. Next time. Bye-bye. Are you happy at work? Happy employees are more productive. This means happy employees bring more profit. Learn how to build a happy company at the Happiness at Work conference, Europe's biggest conference on corporate well-being. Meet the world's leading experts on the subject. Join us at the Happiness at Work conference in Antwerp on 28th June. Go to www.happiness-conference.com.